praten over seksualiteit is voor vele mensen moeilijk. Het zit letterlijk en figuurlijk dicht op de huid. Als 12-jarige ben je in de start van de puberteit. En we willen de kinderen daarbij helpen om daar woorden voor te vinden, wat informatie rond te geven en gerust te stellen. Nu, als jullie daar vragen over hebben, dan mogen jullie die vragen op een briefje noteren. En dan gaan we dus na de pauze en volgende week gaan we die vragen beantwoorden. Een vragendoos is een uitstekend middel om te vermijden dat men eventueel zou uitgelachen worden omwille van het feit dat men een vraag stelt rond een gevoelig onderwerp. Het is heel belangrijk om de vragen anoniem te laten stellen, omdat dus voor sommige leerlingen anders dus de stap te groot is. Eén keer de doos gevuld is met vraagjes, neem ik die even opzij, om dan ook te zien welke vragen ik in de klas zal beantwoorden voor de groep. Dat was ook een vraagje van iemand, wanneer begin je daaraan? Dat komt bij sommigen, misschien op 15 jaar, op 16 jaar. Belangrijk is dat je dit doet met iemand die je vertrouwt, die je graag ziet. Seksualiteit is een heel belangrijk deel van het leven en we hebben ook de opdracht om alle kinderen een stapje vooruit te helpen in hun ontwikkeling.